strip, daar kan je zeker wel twee werkdagen mee bezig zijn. En ze wel langer zelfs. Even drie. Eén pagina. Ja, één pagina. Ja. En je bent vooral bezig met in eerste instantie eerst het schetsen. Heel grof erop schetsen. Daarna ga je het ook wat netter neerzetten. Het is gecleaned. En daarna moet je nog helemaal inkten. Inkt staat ook al perceel in opzicht gecleaned. En daar ben je ook al een dag al dingen lang mee bezig. Dus het is best veel en intensief werk. Dus daarvoor ben je ook weer wel de uren de zoek even klaar. Ja, dat kan bijna 2-3 dagen voor je gaan maken. Dus sommige tekenaars zijn sneller en anders langzamer. Dan is het gewoon lang ik ermee bezig. Eindelijk ben ik een beroemdheid. Ik heb geen idee.
een schandulijke sleutelhanger. Een heel mooi stoffenpopje, zoals ze ook echt zijn. En ook hier een inzet van 1 euro voor de schanulken. Wie biedt 1 euro? Ik heb een bod van 1 euro. Niemand meer dan 1,25. Ik had 1, 2, 3 mensen die hadden 1,25. Ja, 1, 2, 3. Dan hebben we er 3. Dan zijn ze op. Kun je tegen je vriendjes zeggen dat je Japans kent? Leer je ook gewoon van het Nederlands van buiten. Ook inzet voor deze Japans is slechts 1 euro. Een stuk of 4 dus. Degenen die geboden hebben, mogen hem komen halen. 1,25. 75. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die hebben we wel. 5 bekers. Het zijn wel allemaal verschillende, dus moeten we dadelijk wel even uitvechten wie welke beker okay. heeft. Maar 20 cent omhoog. 2,5 euro geboden. Wie biedt meer dan 2,5 euro? 2,5 euro. 2,75. 3 euro. 3 euro. Toch? Oh, jij? Ook niet. 2,75. Ik krijg assistentie. 62 cent, 70 cent, 80, 90, 1 euro, 1,10, 1,20, 1,30, 1,30 euro, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2 euro. Hoeveel mensen heb ik die in willen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat komt helemaal uit. 5 stuks. 1 euro, 1,25, 1,50, 1,75, 2 euro, 2,25, 2,50. Stuks. Nou, perfect. Jullie mogen dadelijk heel eventjes wachten tot ze het kaartje van de klok hebben gehaald. En dan mogen jullie dadelijk afkomen rekenen hier. Dag nummer 2 van het stripfestival Breda. Wie waren er gisteren ook al? Jee! Ons kampioenschap strip tekenen. En het is dan van 9 tot en met 17 jaar. En het is niet dat je zomaar vandaag binnen kon komen lopen en dan even kon zeggen ik kan heel goed tekenen en dan zijn we er. Daar hoort een protocol bij, dus daarom ga ik Rob van Bavel er even bij halen. Die geeft onder andere de app al uit, is de spin in het web voor hier zo het stripfestival Breda. En die heeft eerder er al voor gezorgd dat er überhaupt finalisten konden komen. Dus Rob, kom er eens bij. Goedemiddag. En een applaus voor Goedemiddag. Rob. Goedemiddag. Want Rob, jij bent al eerder op zoek. Hè? Dat zit eigenlijk alweer zo in je hoofd dat je al weet van we gaan dat Nederlands kampioenschap striptekenen weer doen voor de kids. Dus dan schrijf je dat uit. Het kan via scholen, maar dat kan ook gewoon los. Hoe werkt dat? Scholen, bibliotheken. En op eigen gelegenheid natuurlijk. Want we hebben een website. nkstriptekenen.nl. En ongeveer zo rond april, mei, dan zetten we iets op die website van jongens, maak een mooie pagina, stuur hem in. Mag gewoon via de post, mag ook digitaal. En dan loopt zo'n voorronde ongeveer een week of 6. Nou, in die 6 weken ontvangen we denk ik iets van 200-300 inzendingen. En dan wordt daar op een gegeven moment door een andere jury gekeken van wie gaan er van de voorrondes naar de finale. En omdat het 3 leeftijdscategorieën zijn, halen we dus ook uit elke categorie 5 finalisten. En die zijn dan hier nu in het chassé geweest. En dat is natuurlijk het spannendste. En dat is wat er vandaag is gebeurd. Thuis of in de klas, dan kun je er misschien wel een week over doen om een strip in te leveren van 1 pagina, van 3 pagina's en helemaal inkleuren. Maar voor nu zit er gewoon een tijdsdruk op en een verrassing, hè? Dat je van tevoren niet al 20 keer kunt oefenen. Nee, we verbinden elk jaar een thema aan. En het thema van dit jaar was vriendschap. Vanwege Suske en Wiske, die al een miljoen jaar goede vrienden zijn, hadden we zoiets van, dat willen we graag terug laten komen op het festival. En dat was dus ook het geval. En dat was de opdracht die jullie vandaag kregen. Nou, dan hebben we ook een jury nodig, want jij bent druk bezig met heel veel andere dingen. Ja. En dan moet je wel mensen hebben die gewoon daar flink van wanten weten, die dat zelf ook professioneel doen. Dus wie is onze jury, lieve Rob? Ik ga de jury zo meteen voorstellen, maar ik wil nog even Gio en Willem-Jan ontzettend bedanken voor hun inzet vandaag en ook daarvoor nog, want Willem-Jan die organiseert met ons het NK striptekenen. En ik wil voor deze twee heren graag een heel groot applaus! De winnaar die krijgt een hele stapel stripboeken mee en die mag in de...
In de Eppo. Kijk, hier liggen in ieder geval de prijzen. Mm-hmm. Twee hele grote pakketten. Drie hele grote pakketten. En hier om de hoek hebben wij nog pakketten liggen voor alle finalisten. Want niemand gaat met lege handen naar huis natuurlijk. Hier staan de trofees die de winnaars gaan krijgen. En inderdaad, als klap op de vuurpijl komt jouw strip in de Eppo. Dus dan weet meteen de hele wereld dat je een hele goede striptekenaar bent. Mooi zeg. Ik ben heel benieuwd wie dat er gaat winnen. En daarom moeten we onze jury erbij gaan. Nou gaan we die jury krijgen. Die goede heren zitten hier. In de benen. Man. Ja. Scenarist Noël Ummels. En stripmaker Jan Vries. We praten we om de beurt. Lijkt me een goed idee. Noël en Jan, jullie kregen dus alles binnen. Ik geloof dat ze 3 uur hadden gehad, hè, om eraan te werken. Als je voor jezelf nadenkt, Jannes, is dat veel of weinig tijd om een strip af te ronden in 3 uur, normaal? Nou, dat is heel weinig tijd. Als je een professionele strippagina moet maken, bijvoorbeeld zoals ik die maak voor Tina, dan ben ik daar 6 uur aan bezig. Maar dan is je ook helemaal klaar, hè? Digitaal, geletterd en alles. En dan en het spreid ik uit over een dag, want ik ben best wel lui, dus dan doe ik daar heel lang over, een hele dag zeg maar doe ik erover. En 3 uur, ik vind het echt super knap. Ja, en voor jou Noël, als scenarist, je krijgt dus hier een thema te horen, dan is er dus niet heel veel voorbereidingswerk. Zou jij het kunnen in 3 uur iets leuks bedenken, wat goed werkt op 1 pagina? Ik denk het wel, maar tekst schrijven gaat wel een stuk sneller dan tekenen, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik hoef maar alleen dat gedeelte te doen, dus dat scheelt er ook. Dus is te doen, maar dan wel omdat ik het niet hoef te tekenen. Waren jullie het eens uiteindelijk, hè? Want per categorie hebben we zo meteen. Nou, de jeugd heeft de toekomst inderdaad, ziet er goed uit. Ik ben al jaloers op. Ja? Ik zou willen dat ik zo kon tekenen op mijn leeftijd. Toen ik zo, je snapt wat ik bedoel. Ja, dat is echt lastig. Nou ja, ik vind het ook heel lastig om prijswinnaars uit te kiezen, omdat ik, het is allemaal heel divers en knap. Maar jullie hebben er zelf voor gekozen om een wedstrijd mee te doen. Dus ja, je hebt winnaars en verliezers. Nou, nee eens, maar goed. Zullen we ook knap. Zullen we dan eens kijken, want jullie hebben het daar straks nog uitgeschreven. Ik zat daar boven te kijken, toen waren ze er al wel uit, maar zeiden ze, we gaan het nog beargumenteren. Dus jullie hadden het idee, we gaan gewoon van iedereen zeggen wat we ervan vonden. En dan pas, dan vraag ik natuurlijk, en wie wint er dan? Dus laten we beginnen bij de categorie nummer 1. We hebben 3 leeftijdscategorieën, 9 tot en met 11 jaar. Ja, dan begin ik met Camilla Reis. Een heel lief en leuk verhaal vonden we dat. Dat je als vriendinnen oog voor elkaar moet hebben. En maar niet jaloers moet worden. Je moet elkaar ook de ruimte geven, heel belangrijk. Wat de tekeningen betreft had je iets meer achtergrond moeten doen. Want nu zweefden de poppetjes een beetje in de ruimte. Dus dat is iets om op te letten. En wie hebben we nog meer? Wie is de volgende bij op je lijstje? De volgende die we bespraken was Roos Bouwman. Een hele leuke, heel leuk verhaal. Netjes gekleurd, superleuk. Origineel gekadreerd. Normaal horen er witte ruimtes tussen de plaatjes te zijn. Gaf Roos helemaal niks op. Ik heb vol kalk en dat papier. Minimalistisch tekenwerk. Dus wel duidelijk, maar heel minimalistisch. En jij kan waarschijnlijk nog veel beter tekenen dan dit. Maar dat is die tijd, hè? 3 uur. En heel goed leesbaar. Jij bent een echt talentje, noemen we dat. Ik kom bij Thijs Koster. Met tekeningen die heel rijk in details zijn. Veel te zien, mooie achtergronden. Het verhaaltje had misschien ietsje sterker mogen, ook heel lastig alweer binnen die tijd. Maar iemand raakt uit wanhoop bevriend met een steen. Op zich is het toch grappig. Ja. Neva Karabach. Een hele leuke tekenstijl heb jij. Echt heel grappig. Krachtige personages noemen we dat. Midas en een koe. Zonder uiers. Maar ja, dat maakt niet uit. Kan alles in strips. Was wel een beetje lastig leesbaar. Dus dat is een dingetje. Dan moet je aan je lettering werken. Letteren, strips letteren, dat is ook een vak apart. Hè. Sommige stripmakers hebben een eigen letteraar. Die met de hand, nou ja, goed, afijn. Een leuk plotje. Geweldig. Ga zo door. En dan komen we bij Gijs de Kates. Zegt dat goed? Hoe dan ook mooi getekend, een heldere stijl, een goed verhaaltje met een heel sterk einde, vonden wij. En jij hebt gewonnen. En je kan... Yeah.
je gedacht van, nou, ik heb echt zo'n goed idee, dit wordt het wel vandaag? Nee. Nee, eigenlijk niet. Kaartje zelf ook? Nee, eigenlijk nooit. En heb je lang nagedacht of was je meteen zo van, wop, ik ga beginnen? Of heb je gewoon nog een kwartier zo voor je uit zitten kijken, diep na zitten denken? Nee, ik was eigenlijk meteen begonnen. Ja, dus goed. De dus volgende categorie 12 tot en met 12 14. 12 tot en met 14. Ja. Leuke Chloe. Leeftijd. Stichter. Waar zit je? Thema vriendschap zag ik niet helemaal terug in je verhaaltje. En het blijft een schets. Het is een hele mooie schets. Jawel, een hele mooie schets. En je kunt heel mooi tekenen. Je hebt heel veel talent, maar we zien het toch graag meer een keer uitgewerkt, die strip. Ga dat een keer doen. Volgens mij kun je ook nog heel mooi kleuren en inkten. Dus, ga door. Leon Steegstra, echt heel erg goed getekend. Waar zit je? Heel goed getekend, een mooi zwierig lijntje, echt heel bijzonder, heel knap, heel hoog niveau voor, ja, zeker de leeftijdscategorie ook. Maar de deadline is heel belangrijk bij strips, want anders zit dit tijdschrift met een lege pagina en je had 4 plaatjes af van je verhaal. Jammer genoeg niet alles af. En een heel goede tip van de tekenaar, werk altijd maar aan 1 kant van een pagina, zodat het, anders drukt de inkleuring er doorheen. Dus dat is een tip om mee te geven. Soms ben je archief aan het opruimen, dan zie je een tekening, die is lelijk en die gooi je weg. Dan blijkt er op de achterkant een kunstwerk te staan. Nooit op de achterkant werken. Tijn Meijer zu Schlochtern. Tijn Meijer is geen tekentechnisch wonder, maar wel heel goed in het thema vriendschap. Dat heb je goed gebruikt. En er zit heel veel humor in je striptekeningen. En in de tekst. En een leuk plotje. Met de slapende niks nut kat. En grappige personages. Ja, Tijn. Goed bezig, jongen. En als laatste in de categorie 12 tot 14, Noël. Krijgen we Joris Krol. Joris Krol. Daar zit Joris. Wij vonden ook weer een heel leuk verhaaltje over een reis in een vulkaan. Naar de tomatensoep die zich daar bevindt. Krachtig tekenwerk, heel eigen stijl. De vriend kwam er aan het eind een beetje bij van hier is die dan. Maar hoe dan ook, echt een leuke strip. Ga ik nu wel echt helemaal speciaal vragen. We voeren spanning op. Jullie hebben iedereen genoemd? Ja, we hebben iedereen genoemd. Ja? Maar ja, de winnaar van deze vier is geworden Tijn. Yes! Wat ik al zei, het was niet de allerbeste tekenaar in de categorie, maar wel de algemeen allerbeste, leukste strip op alle fronten. Goed gedaan, jongen. Doen we die nog, en dan mag je deze nog bij. En als wij nog allemaal iets dichter bij elkaar gaan staan, denk ik toch? Dan hebben we al. Ja. En dan mag je zo meteen nog terugkomen, natuurlijk. Gefeliciteerd, Tijn, want dan doen we de strips. En dan maken we nog een foto voor iedereen. Dus goed gedaan, dus tot zo meteen. Categorie 15 tot en met 17, nog eentje te gaan. Dus ik ga ook weer even hier zo, Noël. Als eerste Xin Yue. Prachtig. Prachtige strip heb je gemaakt. Echt heel goed. Een beetje duistere humor. En daar hou ik van. Ja, superleuk. En heel goed verzorgd. Maar ga zo door. Ga zo door. We hebben je gezien. Heel goed. Heel goed. Romena. Een prachtig verhaal vonden we dat over een vriend als steun en toeverlaat. Heel belangrijk. Een mooie en moeilijke stijl lijkt mij. Ik ben geen tekenaar. Die nog wat moet rijpen, wat logisch is op jouw leeftijd, maar echt top, ja. Absoluut heel goed. Veerle, wat een talent ben jij. Ja, en je had je strip nog in willen kleuren. Ja, maar dat is niet gelukt. Let op je lettering. Letteren is net zo belangrijk als tekenen. Want dat is soms moeilijk leesbaar en dat is heel lastig. Want dan... En wel een heel schattig verhaaltje. Als je deze pagina mooi uitwerkt, dan zou het zomaar in de Tina kunnen passen. Echt schattig. Jij komt er wel, daar heb ik geen enkele twijfel over bestaan. En dan Karin de Recht. Vond een topverhaal met een heel herkenbare situatie. Mooi manga-achtig getekend, top uitgewerkt, fraai ingekleurd. Heel divers, rijk en erg humoristisch. Echt heel goed. Goed gedaan. Wat zijn ze? Even zo, wow, rappapam. 4 meiden, dat vind ik al helemaal gewoon keigaaf. Wie wint dus in deze categorie voor 15 tot en met 17? Karin. Blij, glimlach. Alsjeblieft. Kijk,
Nou, kom er tussenin staan en dan mag jij je stripper nog bij, bij vasthouden. Kijk eens, dit is hem. En je kunt het strakjes ook nog anders dan je denkt. Ik loop even naar, naar de winnaars toe. Ik wil de strip lezen als je nog niet tot de Apple kunt wachten. Nou goed, goed gedaan. Je voelt heel verbaasd aan, tenminste. Zo sta je hier zo. Wat? Ja, nee, ik dacht gewoon, ik moet niet hopen, want dan, maar ik dacht gewoon, ik heb voor de eerste keer meegedaan, het leek me super leuk om te winnen. En het was gewoon gelukt. Dus ja. Gefeliciteerd iedereen, dankjewel voor het meedoen. Boven de mannen achternoem. Nou, ik stel voor dat we anders gewoon alle deelnemers erbij halen, dus onze winnaars, iedereen die mee heeft gedaan. Iedereen krijgt stripboeken, altijd een supergoed idee. En dan maken we nog één mooie grote groepsfoto met iedereen bij elkaar. En dan, dan is dit dus de eindstand van het NK striptekenen in 2023. En degenen die nog mee mogen doen, gewoon volgens mij weer meedoen, zou ik zeggen. Kom maar. Dan tijd om jullie prijs op te halen. En dankjewel jury voor het jureren. Super fijn.